Iedereen heeft vanuit de evolutie geleerd om te vluchten bij gevaar. Maar bij jou is dat verkeerd geprogrammeerd op de een of andere manier. Hè? Wat doe jij dan? Mijn lichaam geeft mij de hele tijd het gevoel dat ik in gevaar ben, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. En zelfs als je gewoon in de stad bent? Nee, het is meer een gevoel. En eigenlijk vooral de angst voor de angst is bij mij waar ik last van heb. Dus de angst dat ik een paniekaanval ga krijgen. Ja. Heb je nog meer angsten dan? Heb je even. Want ik heb een terugkerende angst dat mijn rechterarm uit de kom schiet. Ja, er is dan niks met die arm aan de hand verder, maar dat is iets waar ik last van heb. Ik heb trypofobie, dat is de angst voor kleine gaatjes. Ik weet niet of je daar bekend bij bent. Nou ja. Nee, ja, kleine gaatjes? Ja, een papaverbloem of een bijenkorf, dat is echt, daar kan ik gewoon niet naar kijken. Ik heb hypochondrie, dus eigenlijk alles wat ik voel en meemaak, denk ik in principe dat het kanker is. Claustrofobie, gewoon, ja, nou ja, behoorlijk. Goh, en hoe is het leven verder? Ja, top. Ja, ik slik er medicijnen voor, dus ik heb eigenlijk nu weinig last. En... Oh ja, neem je er medicijnen voor? Ja, zeker. En, en de grap is dat ik best wel voor veel dingen bang ben, maar op het podium staan of bij de slimste mensen zitten vind ik dan weer minder eng.